Hey, goedemiddag. Praktische tools om Gods liefde kenbaar te maken. Daar wil ik het over hebben vandaag. Vanochtend was mijn jongste dochter naar een peuterspeelzaal. En ik ging erop halen om 12:00. Dan mag je er keurig wachten met alle ouders buiten totdat je binnen wordt gelaten. En dat is stip om 12:00 natuurlijk. En ik was echt 12:08 of zo. En ik was een van de eerste ouders. En ik stond op een schoolplein. En ik was aan het wachten. En ik zei, vader, wat mag ik uitdelen van jou? En op de deur komt er iemand aan, een vader, prachtig ondergetatoeëerd. En dus ik zeg, en dat meen ik ook. Ik zeg, man, dan zien je tattoos er vet uit. En hij laat echt zien dat hij op zijn borst de naam van zijn zoon heeft getatoeëerd. En ik zeg, van, joh, dat vind ik zo te gaaf. Ik zeg, in de Bijbel staat dat God de naam van zijn kinderen op zijn handpalm heeft gegraveerd. En hij zei, serieus, staat het in de Bijbel? Ik zeg, ja. Ik zeg, God die kijkt naar je. En dan wordt iedere keer, als jij 's ochtends jezelf in de spiegel ziet, zie je de naam van je zoon. En ik zeg, zo wordt God iedere dag aan zijn kinderen herinnerd. En dat is God. En dan ging een wereld voor hem open. Heel basic. Heel basic. Het evangelie, dat God van hem houdt en hem wilt kennen. Wat mijn punt is je hoeft niet altijd het evangelie van redding gelijk te verkondigen. Het is een belangrijk onderdeel om te laten zien wat Jezus heeft gedaan. Dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Absoluut, daar sta ik achter. Echter, misschien had deze keer alleen maar nodig dat zijn beeld over God werd veranderd. En dat tattoos niet per se verkeerd zijn. Of in ieder geval geen iets wat God afwijst. Snap je wat ik wil zeggen? En als je gewoon Jezus, Heilige Geest, in het dagelijks leven vraagt van wat mag ik zeggen, wat mag ik delen. Dan krijg je zoveel clues om met mensen te spreken. Natuurlijk, wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen. Ik was gisteren met een groepje christenen ergens in de woonkamer bijeen. En we waren aan het aanbidden. Aan het aanbidden, moeilijke woorden. En ik krijg een raar gevoel boven in mijn hoofd, een soort druk, hoofdpijn. Dus ik zeg het ook op de deur, voor mij is iemand die heeft hier hoofdpijn. En het was gewoon een woord wat ik sprak. Ik had helemaal geen bevestiging, ik zag niemand moeilijk kijken. En ja, iemand zei van ja, ik heb inderdaad migraines en er zit er nu weer eentje aan te komen. En we hebben gebeden. En op de deur zeg ik ook van hoe is het? En die persoon zegt, joh, het lijkt net alsof er een koud washandje nu in mijn hoofd zit. En het trekt helemaal weg de pijn. In de naam van Jezus gebeden. En je ziet wat er gebeurt. Nee, ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik wil het hele woord evangeliseren. Klinkt altijd zo zwaar. Maar joh, je bent niet geroepen om te evangeliseren. Je bent geroepen om uit te delen van Gods liefde. Zaden van hoop te planten. En zeker ook om dure zaden om mensen wel het koninkrijk van God binnen te brengen. Dat is een feit. Echter, ontspan en deel gewoon wat God doet. En wat voor indrukken dat je van hem krijgt. Hey, be blessed. Heb een fijne dag. Hoi.